Kijk, je kan iemand in je bedrijf hebben die ontzettend goed in de cultuur past. Allemans vriend. Altijd leuk. Altijd, Altijd collega. Leuk. Uh, ja, gewoon top collega, <laughs> maar misschien zijn werk helemaal niet goed doet. Ja, dan zijn er misschien ook ondernemers die denken, ja, naar het miljoen of daardoorheen. Ik word al moe van de, aan de gedachte. Dat is niks voor mij. Reflecteer jij daarop? Ja, kijk, als je niet groeit, als er geen vooruitgang is, ja, het motiveert mij niet, maar ook de mensen die bij me werken. Pak het boek op, ga het doen en dan zal het je goed gaan. Maar je moet het wel naar. Je Bedrijf zetten, je eigen te maken en een beetje je draai te vinden. Ja, nou, dat is ook de kracht van het accelerator programma en van IO. Dus ik heb zelf ook mensen bij me MT gehad van een ander bedrijf die vroegen van: hey, Bob, kan ik een keer komen kijken? Ja, tuurlijk. Dus zei, stuur me ze gewoon bij komen zitten. Welkom bij Groeivoer. Mijn gast vandaag is Bob Seldenhuis, founder van twee bedrijven. Seldenhuis Engineering en E-Port. En voorzitter van het EO Accelerator programma. Een groeiprogramma voor ondernemers die door de 1 miljoen omzetgrens willen knallen. En in deze aflevering hebben we het over die vraag. Want hoe kom je nou van een bedrijf met een paar ton omzet naar het miljoen? Of zelfs door die miljoen omzetgrens, als je dat zou willen tenminste. Bob, welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over, ik denk, een gezamenlijke passie. Het laten groeien van bedrijven, ja. onze eigen bedrijven. En ook, ja, zeker. nou ja, uh, met, met andere ondernemers daarover sparren en, uh, en uh, filosoferen. Uh, en het praktisch maken natuurlijk. Maar we, we gaan uh, eerst uh, wat meer horen over jouw eigen ondernemersreis. Ja. Voordat we echt die, uh, die, uh, die groeistappen gaan bespreken. Um, ik wil jou uitnodigen om iets te vertellen over Selden Thuis en over e-ports. Ja, is goed. En je mag het in uh, een paar zinnen doen. Je mag ook uh, wat uitgebreider uh, daarover vertellen. Maar eerst maar eens even naar Selden Thuis. Ja, dat begon 15 jaar geleden. Vijftien uh, jaar geleden ben ik Selden uh, Thuis engineering begonnen. Um, ja, ik werkte bij, daarvoor bij een, een paar ingenieursbureaus. Um, ik dacht dat ik het allemaal beter wist... En dacht ja, dan moet ik het ook maar zelf gaan doen. Dus dat heb ik gedaan. Dat was in 2009. Uh, bouwcrisis was in volle gang. Uh, maar ik dacht dat het werk allemaal voor de opraap lag. Maar dat bleek toch erg lastig in die tijd. Dus dat was een flinke struggle. Maar langzaam is het toch allemaal goed gekomen. Ja. En uh, ik was begonnen als een techneut. Ik deed zelf al tekenwerk. En zo langzaam is personeel bijgekomen. Dus mijn rol is ook onwijs veranderd in het bedrijf. Dus eerst deken al het werk zelf. Op een gegeven moment was de manager, en nu hebben we een manager in dienst. Nu ben ik meer van de strategie en het draaien houden van het bedrijf en de visie in de lange termijn. Dus dat vind ik zelf ontzettend leuk. Ja. ja. Heb je complions? Uh, nee, bij thuis niet. Bij e-ports wel, dat is een ander bedrijf. Dat heb ik nu drie jaar geleden uh, begonnen. Dat heb ik met een, met een Ja. Uh, dat is een bedrijf wat carports en uh, fietsenstallingen maakt met zonnepanelen als dak. Vet. Uh, ja, super vet. Uh, zijn we keihard aan het, uh, aan het bouwen nu? Ja. Het is Echt de opkomende markt. En uh, dus we zijn we helemaal opnieuw aan begonnen. Ja, daar kijk ik er super veel energie van. Ja. ja. Uh, kan je schetsen waar Zelden thuis en e-port e staan? Qua uh, team, omzet, uh, misschien winstgevendheid. Maar in ieder geval even een soort van uh, ja. samenvatting? Ja. ja, ja. Nou, zelden thuis werken in Nederland met 15 man. Uh, we hebben in Oekraïne nog een paar mensen voor ons werken. We draaien, dit jaar komen we ongeveer op 2 miljoen uh, uit daar. Um, dus is heel langzaamaan gestaagd door de vijftien jaar heen. Heel rustig. Uh, er zit ook goede leidinggevende op. Ja. Uh, dus ik ben niet meer helemaal in de dagelijkse operatie. daar. Helemaal nodig. niet of niet helemaal? Nou, niet, uh, ik ben een beetje ambassadeur. Mm. Ik ben je op nog... kantoor? Ja, ik ben wel op kantoor. Ja, het zijn maar twee dagen in de week werk ik voor thuis. Ja. En de andere dagen voor e-ports. Nou, e-ports heb ik dus met een compagnon. Um, ja, dat is echt alle heen aan dek. Dat is echt uh, op, op schalen, op uh, vergroten... Ja, uh, ik denk meteen: mag ik meedoen? Wat, uh, wat, waar hebben jullie het meeste behoefte aan? Wat, wat, uh, uh, wat, uh, uh, ja, wat zou je graag willen? Ja, we zijn echt druk met sales. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja, dat, uh, verkopen, 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 verkopen. Ja. Kijk, met carports en in die fietsstallingen zijn er vaak grotere investeringen, zijn grotere projecten. En vanaf het eerst contact met een klant tot contract, dat is ongeveer een jaar. Okay. Dus we hebben heel veel eisen in het vuur liggen. Uh, maar voordat het tot tijd komt, ben je vaak wel even verder. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, dat e-ports dat, dat, dat triggerde mij heel erg toen ik op je LinkedIn zat te, te speuren. Ja. Toen zag ik ook die mooie foto's, en toen dacht ik ook van ja, maar het kan ook misgaan. Dus er zijn heel veel aanbieders van laadpalen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus iedereen springt op die groene trend. Ja. Wat maakt uh, dat jij uh, het zelfvertrouwen hebt of denkt van hé, hey, maar wij gaan het echt voor elkaar krijgen? Ja, nou, we focussen echt op die carports. Dus ja. niet uh, en dit en dat en zus. We maken het helemaal zelf. Het is echt een gedesigned product waar uh... je maakt dat zelf. Bedoel je? Maar een... nou, we laten het zelf maken. Ja, oké, okay, ja. Het is niet dat we ergens wat inkopen of zo. Het is echt een gedesigned product. Uh, je ziet geen kabels lopen, alles netjes weggewerkt. Uh, nou, zo aandacht voor detail en echt uh, aandacht ervoor hebben. Ja, dat dat zien mensen en dat verkoopt. Ja, interessant. Dus dat, dat maakt het ons anders, denk ik. Ja. ja. Um... Ja, ik moet mezelf altijd bedwingen om niet tien of twintig vragen te stellen. Ja. Uh, als we dit onderdeel redelijk kort willen houden. Maar misschien toch even over focus. Hè? Want dat is dan volgens uh, bijna alle business coaches de, de belangrijkste les. Ja. Uh, focus. Heb je ja. overwogen om te zeggen: oké, okay, zelden thuis ook ik verkoop het of ik draag het helemaal over aan de medewerkers. Ik stap eruit uh, en ik ga volle bak op e-ports. E ja. Of nou, zit dat het, misschien wel nee. in de planning? Hoe zit nee, het zit en... niet in de planning, maar het gaat heel goed samen. Oh. Uh, Zelfde thuis ontwerpt en tekent en berekent ook de producten van e-ports. Dus die twee hebben, die, die, die werken heel nauw samen. Ja. Uh, maar het gaat mij heel goed af. En uh, ik hou van een beetje reuring in mijn leven. En het moet niet te snel uh, saai worden. Dus deze twee dingen kan ik heel goed combineren. Ja. Maar vind je dan ook dat... Want dat komt er bij me op dat, dat uh, advies van focus, dat dat overrated is misschien. Hoe ziet focussen ja. voor jou uit? Dat is misschien nou, een betere vraag. Focus is, is uh, heel veel nee zeggen. Dat uh, vind ik ook. Heel duidelijk weten wat je wil. Um, in het begin zei ik op veel te veel dingen ja, ik zei op alles ja. Uh, maar op een gegeven moment ben je allemaal dingen aan het doen die natuurlijk niet bijdragen aan, aan hetgeen uh, wat je verder gaat brengen. Mm -hmm. Dus aan het succes van je bedrijf of van je persoonlijke leven. Of, whatever. Ja, dus focus is wel heel belangrijk, ja. En dat is tegenwoordig toch heel veel nee zeggen. Ja. Heb je een voorbeeld van iets waar je uh, ja tegen gezegd hebt, waarvan je achteraf denkt, oh, dat heeft me zoveel tijd gekost, of dat uh, ja, echt niet moeten doen? Ja, een uitnodiging voor uh, een zakelijk evenement van een, een, een kennis of, of uh, dat je uh, denkt, ja leuk, maar als je naar bent denk je, nou ja, uiteindelijk, uh, ik heb hier niet heel veel aan, ik had toch beter kunnen besteden. Ja. ja. Oké, okay, dat kost je een dag, maar er zijn ook dingen waarvan je echt denkt van, toen ben ik echt drie, drie jaar lang de verkeerde kant op gerend, Oeh. of uh, ik zat tien jaar aan de verkeerde medewerker vast, of echt van die big ja, uh, ja, met medewerkers heb je ook wel eens gehad dat ik denk van te lange niet vastgehouden wat uh, wat er niet had moeten zijn, ja, ja, ja. ja daar leer je wel door de tijd heen leer je daarvan. Ja, ja interessant. Ja. Um, jij bent ook lid. Uh, van IO, Entrepreneurs' Organization. Ja. Kun je vertellen hoe je daar uh, beland bent? Ja, nou, ik, uh, inderdaad. Ik ben zeven jaar geleden lid geworden van het Accelerator-programma van IO. Ja, dus EO is Entrepreneurs' Organization. Uh, dat is een ondernemersvereniging in Nederland met 300 leden. Uh, dat is voor bedrijven vanaf een miljoen omzet. Die komen elke maand in een uh, groepje van tien ondernemers samen... En die delen elkaars ervaringen van die maand... en die reflecteren op wat ze allemaal gedaan hebben. Uh, daar ben ik nu lid van. En daarvoor was ik lid van het Accelerator-programma. Dat is ook van I.O. En dat is voor bedrijven tussen de 250.000 euro omzet en de miljoen. En het doel van die vereniging is om door het miljoen heen te groeien. Ja. En ik ben daar zeven jaar geleden lid van geworden... Um, ik kwam toen uit een beetje een moeilijke periode in mijn leven. Ik had een lange relatie gehad, wat overgegaan was met de moeder van mijn kinderen. Dus alles was nieuw, verhuizen. Het bedrijf ging toen ook niet zo lekker. Ik had ook weinig aandacht voor. Ik was meer met mijn privé dingen bezig. Nou, toen kwam het Accelerator-programma op mijn pad. En, hoe, uh, hoe kwam het op je pad? Nou, ik was, ik was uh, op, een, uh, op, uh, op een borrel ergens in Amsterdam, Een van de ondernemersborrel. En um, ik sprak twee mensen die avond, die zeiden: joh, jij moet daar lid van worden. Ja. Nou, toen dacht ik, nou, als je dat nou twee keer hoort, dan uh, moet ik het toch eens gaan googlen. Hmm. Dus zo ben ik erbij gekomen. Ja, ja. grappig. Oké, okay, ja. en, en wat was dan uh, de volgende stap? Hoe, hoe, was die, ja, hoe maak je dan kennis? Kom je ga een keer langs of zo? Wat? Ja, ja uh, ze organiseren een testwife, heet dat. Uh, dus dan simuleren ze wat er gaande is. Nou, ja, het programma is als volgt: uh, je komt elke maand uh, samen met zes andere ondernemers in dezelfde fase. Uh, daar zit een hele ervaren coach bij. Doe je ongeveer tien keer per jaar. En dan kijk je uh, elke maand naar uh, van, uh, hoe is het op je zakelijk vlak gegaan, persoonlijk vlak, uh, waar loop je allemaal tegenaan? Dus dat reflecteer je met elkaar. En dan kijk je ook echt naar je omzetcijfers van uh, hoe is je omzet gegaan, wat waren de bottlenecks. Maar je maakt ook afspraken met je groep. Uh, die groepjes heet ook accountability groepjes. Dus Je houdt elkaar echt accountable van nee, ja. je had gezegd je ging A en B doen en hoe staat het daar nu mee? Mm -hmm. Nou, die, stuk, die stok achter de deur vond ik heel fijn. Ik had het ook wel nodig. Dus Waarom had je het nodig? Nou, uh, ik kon toch nog wel eens wat focus verliezen. Oké. Okay. In de waan van de dag of uh, komt het nieuws op je pad. En door dat X-Leiter-programma ben ik echt, echt gaan werken aan jaardoelen. Dat terugbrengen naar een kwartaal. En op die manier daar uh, gestructureerd aan werken. Ja. Oké, okay, dus je accountability was ook een belangrijk onderdeel daarvan. Ja, zeker. Ja. Zeker. Een ander grote onderdeel daarvan is dat zijn de, de Learning dagen Ze hebben vier Learning dagen per jaar. Uh, dat is allemaal uh, uh, gebaseerd op de boeken die hier staan van, van Scaling Up. Ja. Met die vier thema's: uh, cash, mensen, executie en strategie. Ja. Nou, en op die, uh, op die kwartaaldag dan, uh, ga je er heel diep op in. Ga je allemaal oefeningen doen. Krijg je allemaal tools aangereikt. Die worden uitgelegd. En ja. nou, dan ga je dat komende kwartaal daar aan werken. Ja. We gaan de boeken straks ook erbij pakken. Hè? Scaling ja. Up van uh, Vern Harnish. Ik noem hem altijd Uncle Vern. Ik weet niet Uncle waarom, hij dat ja. <laughs> is the growth Guy. <laughs> ja. de growth guy, noemt hij zichzelf. En, en anderen noemen hem ook zo. Um, maar, maar ik vind het interessant. Dus je werd op een, op, een, op een borrel door twee mensen erop geattendeerd van hey, probeer dat eens. Ja. Um, en dan heb je dus een test drive en toen ben je in dat accelerator programma gestapt. Ja. En daarna ben je gewoon lid, gewoon lid geworden van, ja, van het... Ja, uh, ja, het voelde gelijk goed. En uh, uh, de ondernemers om je heen... Kijk, ik had zelf weinig ondernemende vrienden. Ook geen familie. Dus ik kwam helemaal niet uit de ondernemersomgeving. Ja, ik voelde me gewoon zelf best wel vaak alleen met heel veel Los, issues. Ik ja. kon het ook met, niemand, met weinig mensen bespreken ja, dit was echt een warm bad en uh, ja gelijkgestemde. Iedereen wilde groeien, iedereen heeft dromen, iedereen wil een verschil maken, impact maken. Mm. Ja, dat is onwijs aanstekelijk. Ja. Dan ja. nou zijn er best wel wat verschillende groepjes, uh, ook in Nederland, hè, allerlei ja, businessclubs zeker. waar je lid van kan worden. Heb je er nog meerdere verschillende uitgeprobeerd? Je hebt ook BNI. Ja. ja, dat ik denk dat de meeste mensen daar niet zoveel mee hebben, ja. maar. Uh, je hebt ook veel meer duurzame clubs hè, van oh, wij zijn de social enterprise bedrijven, ja. bla bla bla. Je hebt ook waar, wat bijvoorbeeld bij mij een beetje al in de allergie zit. Um, ja, ik noem het de toffe jongens uh, clubs van toch heel veel uh, founders met uh, ja overhemdje en een jasje en een oh, ja. je cool doen. En ja. voor mij zit daar te veel ego in. Dat ja. zou ik tien jaar geleden bijvoorbeeld heel cool hebben gevonden, maar nu denk ik eigenlijk van ja. Ik ben wat ouder, wat ja. wijzer. Ik vind ja. juist de, de grote vraag in het leven belangrijker. Ja. Van waar ben ik op aarde? Uh, wat kan ik toevoegen? Wie kan ik wat kan ik betekenen voor mensen omheen? Ja. Even terug naar jou. Uh, heb je meerdere clubs? Ja, onderzocht of zo. Ja. Of hoe, hoe, uh, waarom, waarom voelt dit zo goed? Wat, maar wat is de. Ja. de, de nou, kern? Ik, heb, ik heb inderdaad daar goed naar gekeken. voordat voor die van. Nou, die moet toch uh, lidmaatschap betalen. Je commit je ergens voor. Want het is een ja. driejaarlijks programma. Dus okay. die, in principe ga je er ook wel twee of <coughs> drie jaar voor, zeker voor ja. uh, Dus ik heb er wel voor vergeleken. Ver dit paste gewoon het beste bij mij. Ook door uh, die hele scaling up -met methodiek. Wat gewoon wereldwijd uh, heel goed bewezen is. Maar de sfeer, de mensen, inderdaad, geen ego's. Uh, alles lekker plat, makkelijk. Geen ego's, dat kan ik bijna niet geloven. Er nou, is ja, altijd iemand in die ja, groep. Tuurlijk, ja. Het zijn altijd alfa's, betas en haantjes, die kan ja. je natuurlijk overal vinden. Maar uh, ik heb daar geen last van gehad of voelde me daar in ieder geval niet door geïntimideerd. Nee, oké. Okay. Ja. ja, heel open, plat. En uh, ja, dat vond ik fijn. Ja, nice. Wat mij opviel. Uh, want ik ben zelf geen, geen, geen lid van de IEO. Ik heb nog nooit een testdrive gedaan. Misschien moet ik het toch eens doen. Nou, dan nodig uh, je bij deze uit. Ja, ja precies. Ja. En ik krijg dus het boek Scaling Up. Maar die heb ik al. Ja. Die zal ik dan doorgeven. Maar. Um... Uh, ik, ik praatte er een keer met iemand over, ik weet niet meer wie het was... maar ik ken, ik ken best wel veel mensen die, de, die erbij zitten. En ook in deze podcast ja, uh, zijn er een aantal, uh, aantal ja. mensen geweest. Uh, Jetty van Maurik uh, bijvoorbeeld, ja. die ken je waarschijnlijk ook wel. Jacco Vrieling zag ik nog laatst. Ja, inderdaad. Ja, dus um, ja, Het is bijna een soort secret society, dat je een soort speltje draagt... Ja. waaraan je elkaar herkent. Ja. Hè? Maar, maar um, uh, om even on point te blijven, die ontmoeting... Ik had een keer ontmoeting met iemand en die vertelde dus inderdaad... Uh, dat het ook heel erg over het persoonlijke gaat. Dus ja. het gaat niet alleen maar over de business. En maar hoe doen ze dat dan? Die het zeg maar een veilige sfeer creëren. Want ja, ik zou niet zomaar nee klopt ja. uh, vertellen dat het niet goed gaat met mijn relatie ja. of uh, vertellen. Dat, ja, ik ben trouwens best wel een open boek, maar uh, de gemiddelde ondernemer zal niet zo snel uh, zijn hele hart op tafel nee, leggen. Maar hoe hoe, hoe, hoe ja. gaat dat? Nou, er is, er, er is tussen die twee programma's, het Accelerator programma en IO, daar is wel een verschil in. Ja. De focus bij Accelerator uh, is meer op de business. Mm -hmm. Dus meer echt je bedrijf laten groeien. Ja. Ja, als je dat programma voltooid hebt, uh, kan je lid worden, uh, word je lid kan je lid worden van je ja. moederorganisatie. Mm -hmm. Daar is toch meer, daar ligt de focus wat meer op. Je persoonlijke groei. Uh -huh. Vaak heb je je business dan al redelijk op orde. Okay. Um, en dan gaat het toch vaak meer om jouw persoonlijke missie, wat jou drijft, uh, wat er in jou omgaat, dat is vaak ook heel bepalend voor hoe het in je bedrijf gaan namelijk gaat. Ja. Nou, en ja en hoe dat gecreëerd wordt, ja, dat is dus uh, in die setting, in die forum setting, met die andere ondernemers. Omdat je dus niet deelt vanuit adviezen van jij moet dit of jij moet dat, maar vanuit een ervaring. Dus jij vertelt mij. Uh, mijn relatie gaat slecht, uh, ik loop vast, ik weet niet meer wat ik moet doen. En dan kan ik gaan zeggen van, ja, je moet dit en je moet dat. Probeer maar ik kan ook zeggen, eens, nou, nee. ik heb het ook een keer gehad. Ik heb toen dit en dit gedaan en dat werkte voor ons. Ja. En de volgende uh, persoon vertelt een andere ervaring. Nou, dan kan jij daaruit meenemen wat jou past. Ja. En daardoor voelt het nooit als een advies of is het iets van jezelf geworden. Ja. En dat maakt het heel veilig. Ik vind dat heel krachtig. Dat, ja. uh, want dat zie je toch, hè? Ondernemers die gaan meteen advies geven. Oh, ja. Doe dit eens. Nou, nou, dat zo. doet iedereen om je heen hoor in de wereld. Ah, ja, ja, precies. Dus maar om het lekker dicht bij jezelf te houden. Om gewoon te ja. vertellen: joh, uh, dit is mijn ervaring. En ja. Ja, kijk maar wat je ermee doet. Ja. Dus uh, mooi. Misschien even over doorgroeien naar het miljoen. En ja. misschien wel door die 1 miljoen grens uh, heen uh, ja. breken. Um, jij bent in je eentje begonnen. Niet vermoedend, je had ook geen ondernemende familie. Uh, je begon en je hebt het tot een bepaald punt gebracht. Wat was het moment waarop je dacht van... Hey, nu, nu moet ik echt uh, samen gaan groeien in plaats van alles ja. op eigen kracht doen? Ja. Nou, ik was een langere tijd bezig. Uh, ik was een aantal jaren aan het ondernemen. Uh, ging op zich leuk. Uh, draaide leuke omzet. Uh, hield, er, hield er gewoon lekkere boterham aan over. Allemaal prima. Maar ik had wel ambities die echt verder reikten. En ik wilde echt grote dingen met ons ingenieursbureau gaan bouwen. En, en ja, dat, dat kwam niet van de grond. Hm. Ik hield vooral uh, de, de goede mensen vinden. Uh, die ook motiveren en die behouden. Uh, dat vond ik lastig. Hm. Dat werkte niet goed. Er had toch veel verloop. Uh, ja, ook op vlakken van... Uh, ik had, kat, de strategie wankelde eigenlijk aan alle kanten. Uh, uitvoering was minder. Dus ja, het was, het was het allemaal net niet. En ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Ja. Dus ik had gekeken naar opleidingen en ja, dat, dat, dat matste dan allemaal niet. Ik denk, ja, dat is ik wil gewoon heel concreet uh, iets voor mij vinden. En zo ben ik erbij gekomen. Ja. Wat ik heel krachtig vind is dat je blijkbaar het bewustzijn had en de, en de analyse van, hé, hey, ik kom niet verder. Ik moet hulp zoeken. Ja, ja hulp is een groot woord. Ja. Of een oude ondernemers ook niet wel. Ja. Maar um, ja, dat vind ik knap. Ja. Dus uh, nou, je bent aan de slag gegaan. En um, wat zijn dan de stappen geweest? Want we hebben het natuurlijk over... hoe kom je van een paar ton omzet naar het miljoen... en ja. vervolgens daar doorheen. Ja. Ja. Wat zijn de stappen geweest uh, of wat heb je gedaan... waarvan je zegt van, hé, hey, daarom is ja. het wel gelukt. Dus wat ben je anders gaan doen? Ja, het belangrijkste uh, wat er mij geholpen heeft... dat uh, zijn de vergaderritmes, eigenlijk de overlegritmes. Eigenlijk wil je zo min mogelijk vergaderen in je bedrijf. Dus, eh, liever zo min, iedereen wil minder vergaderen dan, dan meer. Ja. Nou, dus dat hebben we via de scaling-up-methodiek gedaan. Dus elke ochtend even een stand-up, heel snel met elkaar. Binnen 10 minuten: van, wat ga jij doen? Loop je ergens tegenaan? Heb je hulp nodig? Nou, is het antwoord bij iedereen nee, dan kunnen ze allemaal iedereen gewoon lekker in de bak. Dan doen we met de MT één keer in de week een weekly. Uh, binnen anderhalf uur uh, alles even bespreken: hoe gaat het, kansen, uh, dingen, bedreigingen, rode vlaggen, noem het maar op. Hm. Um, en één keer in de maand een uitgebreide vergadering. En één keer in het jaar echt een, echt een, een strategie sessie van de, voor het hele jaar, zeg maar. Ja, dat is het. Verder gaan we niet te veel vergaderen en uh, iedereen weet wat we moeten doen. Ja. Dat heeft mijn bedrijf echt verder geholpen, omdat we elke week gestructureerd aan dingen werken. Ja, ja en, en dit komt maar. uit Scaling Up, denk ik? Of, ja, uh, uh, ja. Ja, ja, het hele IO, uh, Entrepreneurs Organization en het Accelerator programma is allemaal gebaseerd op de uh, Scaling Up methodiek. Hmm. Oké. Okay. En je zei ook iets over een uh, strategisch plan op 1A4. Wat, ja. wat is dat precies? Ja, nou, zo'n one-page strategic plan. Helemaal OPSP. Vol. Ja, OPSP. Ja, ja ik ken ja. scaling up natuurlijk, dus daarom ja. ken ik de term ja, kijk, ik vond dat, een klein beetje. Ik ben een wiskunde ligt me goed natuurlijk, dan oh. noem het maar op. Uh, uh, Noemen ze dat, uh, beta-type. Mm -hmm. uh, dus ik ben niet echt van de missie, visie, kernwaarde en dat verzinnen. Waarom niet? Wat, wat heb je er tegen? Nou, ik vond ik lastig. Uh -huh. uh, konden niet goed onder woorden brengen. Maar met zo'n uh, zo one pager is dat dus heel goed gelukt. En uh, konden, we, kon, konden we goede kernwaarden verzinnen. Een goede missie. het uh, goed op kunnen schrijven. En dat is gewoon heel duidelijk geworden daardoor. Hmm. En, ook, en dat gaat dan door uh, in het proces van, van aannemen van mensen. Uh, in de eindjaarsgesprekken. Functioneringsgesprekken. Noem het maar op. Overal zitten nu die kernwaarden doorheen. Uh, als we nieuwe klanten zoeken. Dus dat, ja, dat, dat heeft heel goed gewerkt. Ja. En dat OPSP, waar is dat nu? Hangt dat aan de muur? Hebben mensen een kaartje in hun portemonnee? Staat het op hun bureaublad? Ja. Want ik heb ook ja. heel vaak meegemaakt bij mezelf, maar ook bij anderen... van, oh ja, ja. we doen visie, missie, iedereen ja. enthousiast. Volgende ja. dag, ja. we gaan weer over tot de orde. Ja. Uh, maar ook dat bijvoorbeeld ja. mensen totaal niet aangaan op mijn missie of visie. Ja. Dus maar dan ja. zet ik daar mijn B-hack neer van, ja. ja, 100 miljoen. En dan denken ze, ja... Ja, leuk, leuk voor, voor jou, jou, dat jij ja. dat wil, maar uh, ja. what's in it for me? Ja. Dus uh, hoe, hoe zorg je dat zo'n uh, OPSP ook echt ja. werkt? Ja, nou, het is vooral geen poster aan de muur hangen en uh, en automatisch op de bureaubladen van iedereen laten staan. Nee, het is, het moeten leven. Kijk, en daar hebben wij ook uh, groei in doorgemaakt. Hè? Hm. Dus uh, onze kernwaarden van tien jaar geleden zijn uh, niet meer de kernwaarden van vandaag de dag. Dat is ook getransformeerd. Hm. Ja, en de laatste keer hebben wij daar uh, hulp, uh, een soort moderator van buitenaf bij gehaald. En dan hebben we echt met het hele team uh, die kernwaarden uh, opnieuw bepaald. en uh, vertaald naar ons. Ja, die hangen nu een beetje door het bedrijf heen aan de muur. Maar het belangrijkste is. Uh, dat we voorbeelden daaraan stellen. en uh, verhalen daarover vertellen. En uh, ik vertel bijvoorbeeld als er iets met een klant niet lekker gelopen is. van hé, hey, dit, dit loopt niet lekker met onze kernwaarden. of uh, met iemand die bij me werkt. Uh, dus zo, hou je het in, namelijk heel zo houden wij het heel levendig. Ja. En dat werkt heel goed. Ik heb ooit uh, een boekje The Rockefeller Habits uh, gelezen, een paar keer zelfs. En uh, ja. dat was een van de eerste boeken die wij gingen toepassen. Dat is eigenlijk de voorloper van Scaling Up. Ja. En dat ging over data, ritme en prioriteiten. Ja. Nou, je hebt iets verteld over ritme. Uh, hoe zit het met die andere twee? Dus uh, ging jij in die tijd ook iets met, met data doen? Getallen van uh, zo gaat het met mijn bedrijf en... Ja. Uh, de prio's. En dat, is, dat ja. gaat dus eigenlijk ook over focus. Hè? Van wat doe ik wel en wat niet. Ja. Uh, ja. Hoe ben je daarin gevaren? Ja, ja de data uh, ben ik ook wel wat later mee begonnen, eigenlijk. Misschien ben ik een beetje laat bloeien met sommige dingen, maar. Ja, op een gegeven moment zijn we met Team gaan werken. Team Leader Orbit. voor mij nou, ken je dat ook. Toevallig, ja. Dat is de hoofdsponsor van deze maar ja, podcast. Dat wist ik er niet, maar, maar Dat is echt, je... echt toevallig. Dat is gewoon Grappig, echt, ja. ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat heeft... Uh, want daarvoor werkten wij gewoon veel in Excel, sheetjes en dingen. En op een gegeven moment uh, ga je langzaam ga je steeds alles professioneler aanpakken. Hm. Zijn we met het uh, CRM-systeem begonnen. Ja, toen kregen we veel beter inzicht in de getallen, winstmarges, uh, billability, noem het maar op. Hm. Ja, dat uh, heeft ook weer een goede slag uh, gemaakt. Ja, dus nu kijken we heel goed naar de getalletjes en de data wat kunnen we eruit halen. Ja, ja. oké. Okay. Uh, prio's? Ja, ja prio's zijn hele belangrijke. En dat door, door die lange termijnvisie en het terug te vertalen naar hé, wat moet er dit jaar gebeuren, wat moet er dit kwartaal gebeuren. Hm. Ja, die hangen nu groot uh, bij ons in de kamer. En ik bedenk heel vaak, ja, wat is gewoon de volgende stap wat ons daaraan verder gaat helpen? Uh, hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Oké, okay, dan even misschien uh, dat toepassen. De, de top drie voor q Waar zit er nu Q3 Ja. Voor e-port. Wat staat er? Voor uh... uh, e-ports. Ja, uh, dat is uh, 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 opvolger van onze. We hebben nu een interim CEO. Oké. Okay. Dus iemand die tijdelijk die huren we in. Nou, daar willen we een vast iemand voor hebben. Dat is, uh, dat is een hoge prio. We zijn financiering aan het ophalen. Want zeg, hoe ga je dat betalen als je daar iemand van een ton ja. uh, salaris neerzet? Ja, ja, of... Zeker. Ja, we zijn okay. financiering aan het financiering, ophalen. Ja. Daar zitten we nu middenin. Hm. Um, dus dat hoe, is... hoe doe je dat? Ja, we, we, we zoeken een lening. Oké, okay, gewoon bij de bank? Of, uh, nou, niet bij de banken, maar uh, investeerders okay. of uh, mensen die uh, ons graag willen lenen. Ja, okay. daar zijn we druk, druk, druk mee bezig. Dus dat is een prio. Mm -hmm. um, en verkoop blijft gewoon nog, uh, blijft uh, de hoofdprio nu. Oké, okay, aan tafel komen bij. Ja, puntje, puntje, straat, puntje. Ja, uh, Verlopa bijvoorbeeld. Dat is een grote leverancier voor straatmobilier. Daar hebben we nu net een groot contract mee gesloten. Oké. Okay. Dus we zoeken echt strategische partners waar we mee kunnen werken. En het liefst, um, ja, die zelf al een grote salesnetwerk hebben waar wij kunnen aanhaken en ons product kunnen leven. Ja. Ik ken er een paar, dus daar ga ik je sowieso uh, ja, mee connecten. Leuk, dus dat lijkt me leuk. Uh, dit was een goede test, toch? Vind je het? Ja. Want uh, uh, iedereen roept het. Prio's, heel belangrijk. Ja. En vervolgens als je vraagt aan mensen ja. van, wat zijn je prio's? Uh, dan blijft het lang stil. Of het komt random, maar jij hebt ze echt scherp. Dus dat vind ik ja. uh, knap. En, en um, misschien dan even naar Scaling Up, want uh, Rockefeller Habits, daarna komt Scaling Up. Er zit ook een groeiwiel in, hè? dus je ja. hebt dat OPSP, uh, One Page Strategic Plan, dan heb je een soort uh, wheel of growth. Ik weet niet of op ja, vier thema's. Ja, precies. Ja. Welke zijn dat en hoe pas je die toe? Daar ben ik ook wel ja. benieuwd naar. Nou, die vier thema's zijn, uh, dat staat, staat hier op het boek. Hè. Mensen. Ja, pak uh, hem er even bij, ja. want je hebt zelf je exemplaar meegenomen. Ja. Ik had hem natuurlijk ook liggen. Ja, maar... ja want we hem allebei liggen. Uh, ja, Het boek, de boek, als je mij vraagt. Uh, na, na de Bijbel, na de ja, Koran. zeker, ga <laughs> uh, <laughs> verder. Uh, mensen, nou, natuurlijk, het allerbelangrijkste van je organisatie. Uh, strategie, uh, zonder een goede strategie, uh, ben je toch een beetje een doelloos schip. Als je mij vraagt, executie, uitvoering: hoe doe je de dingen, uh, waarom doe je ze en hoe implementeer je dat echt vast? Ja, en niet vergeten, cash natuurlijk, ook een, een onderdeel wat super belangrijk is, wat ik ook lang onderschat heb. Um, en het is een soort vliegwiel of zo? Of hoe ik... wat hebben ze met elkaar ja, te maken? Ja, ze hebben het... allemaal verbinding met elkaar. Je moet, uh, daarvoor staat people eerst. Hè? Je mensen, uh, zonder goede mensen kom je natuurlijk nergens. Dat is gewoon het allerbelangrijkste in je, in je bedrijf. Ja, interessant. Uh, ja, ik denk meteen aan E-players. Dus ik denk dat heel veel ondernemers ja. B of C-players hebben. Ik en had misschien... er nooit van ja. gehoord, maar mm -hmm. uh, ik was er ook niet. Ik was me daar niet bewust van. Maar uh -huh. door dit boek ben ik echt dat ABCD-player uh, gaan inzien. Uh -huh. En ook zo de mensen gaan beoordelen. En mensen van A naar B kunnen helpen. Van uh, B naar A. Ja, van B naar A. Ja, ja. ja. ja heel goed. Ja. Scherp. Ja. Kijk of je wakker bent. Ja, precies. Uh, maar ook het aannemen van mensen, het werven ja. ervan. Hoe doe je dat? Um, ja, heel belangrijk. Ja, Dus het begint bij people. En dan, ja. dus dit is niet uh, eerst de strategie en dan uh, de mensen bij je Nee, uh, maar Fun mensen... zegt dat het begint bij people. Ja, oké. Okay. En dan... Dan, je, dan moet je strategie op orde hebben. Mm -hmm. Dus die mensen moeten dan weten wat ze gaan doen, en hoe ze dat gaan doen. En waar jij ze in meeneemt als ja. ondernemer. Hè, welke reis wil je maken? Wat is die b-hack, dat langetermijndoel? Waar werken we aan? Ja, dat moet gewoon inspirerend werken. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Oké, okay, en dan komt executie, Executie, denk ik. hoe doe je ja. de uitvoering? Dus hè, die vergaderritmes, uh, hoe is dat geregeld? Hoe is je sales geregeld? Welke ritmes zitten daarin? Want we gaan niet alleen sales doen als we even geen werk hebben... of het rustig te worden. Maar dat moet gewoon altijd een proces zijn wat, wat gaande is. Mm -hmm. ja, dat leer je daar, man. Ja, oké. Okay, en dan cash, want cash. Cash. Ik denk uh, cashflow. Ja, vind ik ingewikkeld. Ja. Wat is dat ook alweer? Ja. Um, maar het gaat ook over winst of zo? Wat, ja, wat, alles. Wat, ja, geld. Ja, kijk, uh, als je een goede bedrijf hebt, dan is, is geld natuurlijk het brandstof uh, van de hele organisatie. Mm -hmm. Als je hard wil groeien, heb je heel veel geld nodig, over het algemeen. En over het algemeen verdien je dat niet zo snel als dat je het nodig hebt. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk om daar versnellingen aan te brengen. Dus of om geld op te halen, of het, uh, het werk wat je doet zo snel mogelijk betaald te krijgen. Ja, daar heb ik zelf ook heel veel aan gehad, want vroeger... Uh, had ik daar weinig aandacht voor. Uh, maar ik toch vaak geldproblemen in het begin. Dus om te zorgen dat je dat uh, hele proces optimaliseert: van nieuwe opdrachten aannemen, uh, termijnen kunnen factureren of wekelijks kunnen factureren dat allemaal zo snel mogelijk en zo optimaal mogelijk te laten gaan is heel belangrijk. Ja, Dus dan heb je cash. En daarmee kun je weer mensen aannemen... waarmee je weer, waarmee je weer de strategie aannemen. uit kan voeren... waardoor je weer geld verdient. Ja. Waardoor je weer, dus dat is dan ja. een beetje dat, dat, ja. de groeibiel. Ja. Ja. Als je dat nou uh, op jouw bedrijf legt... heb je het gevoel, of kun je dat onderbouwen... dat het ook echt ja. gewerkt heeft? Want we ja. hebben het natuurlijk over... hoe kom je van een paar ton naar ja. dat miljoen... Ja. en misschien wel verder. Ja, het ja, is overigens maar 4% van de bedrijven... die uh, zich inschrijven in Nederland... die door dat miljoen heen gaat. Dus oh. dat geeft ook wel aan... Uh, hoe belangrijk het is dat er zulke programma's zijn, als het accelerator zijn, om mensen daarmee te helpen. Hm. Ja, zelf kan ik het niet anders beamen, als dat het echt het, een vliegwiel is wat, uh, wat werkt. Hm. Sommige dingen hebben ook gewoon tijd nodig, hè? niet alles kan je, kan je nou eenmaal versnellen. Uh, maar door de tijd heen is dat echt zeker, uh, heeft dat allemaal zeker gewerkt, ja. Ja, want waar stond je en waar sta je dan? Ja, je, volgens mij zei je vijf ton of zo. Of ja, nou, nou, volgens mij het was ik begonnen met moment. het programma toen ik een ton of vier had, dacht mm -hmm. ik. Ja, ze nu, nu dit jaar komen op 2 miljoen uit. Dus dat is, uh, dat is lekker, uh, lekker gegroeid. Miss, mission Accomplished. Ja. Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt? Want we hadden het in het voorgesprek een beetje over, ja, kun je een soort stappenplan verzinnen om, om naar het miljoen te komen, ja. is ja lastig om dat heel objectief uh, vast te stellen. Maar misschien kan je wel zeggen, wat zijn voor jou de stappen geweest? En vooral ook waar ben je mee gestopt? Dus wat, wat heb je ja. achter je gelaten? Ja. Nou, het is misschien wel leuk om dat even aan de hand van die, uh, die Rockefeller uh, dingen te benoemen, van die vier thema's. Um, nou, voor mensen, het belangrijkste wat ik gedaan heb op het gebied van mensen, dat is dat echt dat goed beoordelen en het kijken naar de A, B, C, D. En op die manier naar je mensen te gaan kijken, zowel die, die, de mensen die je al hebt, maar vooral ook de mensen die je uh, nog wil gaan aannemen of mee bezig bent. Dat heeft bij mij wel echt een verschil gemaakt. Dus dat is uh, voor mij een belangrijke geweest. Ja misschien heel even daarop inzoomen. De A-players. Dus je hebt twee assen. Je hebt cultuur. Ja. Dus past iemand bij de cultuur of niet? Ja. Bij je kernwaarde, bij je missie. En past iemand in een rol. Dus uh, ja. is iemand geschikt voor zijn werk. Dus ja. als iemand voor, uh, even voor nieuw business wordt aangenomen, ja. is die ook echt goed in nieuw business? Ja. Um, en volgens mij is een A-player dan iemand die, die dus hoog scoort op. Uh, cultuurfit en hoog op uh, geschikt voor de job. Ja, precies. En daar zit performance in en dat soort dingen allemaal. Dus kijk, je kan iemand in je bedrijf hebben die uh, ontzettend goed in de cultuur past. We, hè, allemansvriend, vriend. Uh, Altijd leuk. leuk. Altijd, Altijd leuk. <laughs> uh, ja, gewoon top collega, <laughs> maar misschien zijn werk helemaal niet goed doet. Ja. Ja. Uh, we zijn uh, we zijn geen uh, no, we thuis en We e-port zijn we geen non-profit organisatie. Dus. Er moet wel wat gebeuren om het bedrijf te rijden. Ja, dat, dat past dan niet. Dus dan kan je heel goed aan de hand daarvan zeggen van nou ja, hè, deze as uh, zit het wel goed. En die as, hè, slaat een meter een beetje de verkeerde kant op. Dus hoe kunnen we dat gaan aanpakken met elkaar? Ja, maar dan moet je misschien ook moeilijke gesprekken voeren. Dat je eigenlijk tegen iemand ja. zegt: viel, ja, 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 sorry, maar ik vind jou gewoon een b player ja. dat, dat is toch niet ja. leuk om te zeggen. Hoe, hoe, hoe heb je dat? Ja, ja. Hoe breng jij dat soort dingen Hoe ja. doe je dat? Nou ja, kijk, daar, uh, als je het goed bedoelt, als het uit een goed, goed hart komt, dan moet het altijd kunnen. Hè? Feedback uh, moet je dan altijd kunnen accepteren. Uh, ja, dat, uh, dat zijn soms geen leuke dingen, maar uh, als je het goed bedoelt, ben ik van mening dat je dat altijd met iedereen kan, uh, kan zeggen. Ja. ja, ik zit te denken, uh, als iemand niet bij de cultuur past. Ja, nou ja dat, dat heb ik dus ook wel eens meegemaakt, inderdaad. Ja, en, uh, ja dat, wordt dan, dat wordt dan wel wat lastiger. En waar, gesprek, waar schuurde dus, dat dan bijvoorbeeld? Wat, waar, waar schuurde dat? Waar, waar merkte je aan dat het niet paste? Ja, uh, dat was ook in die tijd van de corona. Dat de dingen sowieso allemaal op scherp stonden. En uh, lastig waren. En uh, dat je vaak ook twee kampen had. Uh, over, over heel veel dingen. Uh, nou, daar had ik dus iemand bij me werken... Die, die uiteindelijk weggegaan is in goed overleg. Maar dat matchte gewoon niet meer... Uh, met de contour die bij ons uh, hing en paste. En ja, uh, dat was lastig. Ja, oké. Okay. Uh, dit was... People. Ja. Nog meer over people, waarvan je zegt van... Hé, daar ben ik mee gestopt? Uh, dan ben ik gestopt. Juist, uh... Ja, gestopt... Om, met vasthouden... aan de dingen die niet werken. En ook met mensen binnenhalen, omdat je nou... eenmaal heel veel werk hebt. Uh, daar heb ik in het begin ook nog een handje van gehad. Ik was wel blij als we sollicitanten kregen, want in onze branche... zijn er ook niet heel veel. Dus ik heb best wel wat mensen aan boord gehaald... die niet aan boord hadden moeten komen eigenlijk. Dus daar zijn we heel keen op geworden. En... Uh, ja. Hey, en hoe zit het met alles zelf oppakken? Want daar zat ik ook nog aan te denken ja. bij, bij People. Dus ja, misschien hoort het niet daar thuis, maar uh, stel je wil van een paar ton naar een miljoen. Ja. Heel veel mensen denken, ah, als ik wil groeien, moet ik harder werken. Ja. En uh, je hebt ook een gast, die heeft een boek. Uh, oh, het ligt hier trouwens. Uh, 10 X is easier than 2 X. Dan Sullivan, dat is ja. ook een business coach. Ja. En hij zegt ook van, hey, heel veel mensen hebben verkeerde doelen, want ze willen twee keer zo groot worden met het uh, gevolg dat ze... Twee keer zwart gaan werken en denk van als ik als ik nog, nog, meer, oh, nog meer mijn schouders eronder zet, dan lukt het wel. Ja, maar, hem, ja. maar dat is dus niet ja. de oplossing. Dan kom je dus onder dat van ja. vast te zitten. Ja. En mijn vraag aan jou is dus: wat, wat heb jij losgelaten? Waardoor je nu in één keer wel uh, die 2 ja. miljoen, of niet in één keer, maar waardoor je nu ja. dus die 2 miljoen draait? Ja, kijk, als je gaat denken van dat je het twee keer wil doen, of tien keer. Als je iets tien keer wil vergroten, dan over het algemeen kan je het allemaal zelf niet meer doen. Dus dan moet je echt systemen gaan, uh, gaan werken. En dat maakt het hele verschil. Dus ook in onze recruitment. Nou, daar hebben we dan wel een bureau voor, uh, voor die daar ons bij helpt. Um, maar het is zo'n belangrijk onderdeel. Dat uh, gaan we gewoon niet meer zelf. Niet helemaal zelf mee doen. Dus we hebben daar gewoon een externe voor die, daar, die ons daarmee helpt. Uh, die daar een goed systeem voor heeft. Een ATS bijvoorbeeld. Waar ze alles in zetten... Zodat we die mensen kunnen blijven volgen. Ja, groot denken daarin. En echt in de systemen. Ik probeer altijd in systemen te denken. Van hoe kunnen we iets bouwen wat. Uh, voor iedereen uh, repeteerbaar is. Mm -hmm. Zodat ook als er nieuwe mensen bij komen, daarin kunnen aanhaken en dat systeem kunnen voortzetten. Ja, erg belangrijk. Ja, ja. Uh, ik ben ook wel even benieuwd. Ja, er komen altijd allerlei random vragen op, maar. Uh, mensen zijn gewoontedieren, ja. over het algemeen. En uh, dat betekent dat je heel vaak terugvalt in oud gedrag. Ja, heb ik en... zelf ook last van hoor. Ja, ja. Nou, vertel maar, wat, wat doe jij ja, dan? Ja, ja, ik kan uh, helemaal leuke ideeën hebben en uh, we gaan het sowieso zo zo doen en dan uh, uh, verwatert het nog wel eens. Dat is ook wel eens een term die ik terug gehad heb van de mensen die bij me werken. Ja, Bob, uh, leuke uh, idee, maar het verwatert. Dan denk ik, ah ja, oké, okay, uh, uh, nou, dan worden we even op scherp gezet en dan uh, gaan we elkaar daarvoor binnen het bedrijf wel weer accountable houden. Van hé, hey, uh, we hebben dit afgesproken, dit is belangrijk. Mm -hmm. En dan, uh, daar heb ik ook heel bij nodig. Ja. Dus de, uh, gelukkig hebben mensen om me heen die dat ook uh, tegen me zeggen en durven te zeggen. En dat we dat met elkaar doen. Ja. ja. Oké. Okay. Um, heb je ook je mensen uitgelegd? Dus we zitten nog steeds bij dat stukje people, hè, van ja. uh, dat toepassen daarvan. Heb je je mensen ook uitgelegd van, hé, hey, wij gaan met scaling up werken. Ja. Ik wil dat jullie allemaal het boek gaan lezen. Ja. Ik wil dat jullie het ook snappen. Ja. Ja, dat Of niet, want een, misschien een, men denken mensen, ja, ja, scaling up, ik vind alleen al een ingewikkeld uh, ja. die term, ik snap het niet. Maar ja. wat, hoe heb jij dat aangepakt? Nou, ik heb een, deel, een uh, MT uh, van het bedrijf, die, uh, die, uh, die heeft het boek allemaal en die uh, weet wat we aan het doen zijn, die neemt er erg mee. Ja, ja en de, de mensen op de werkvloer, ja, die, die weten ervan. Uh, de, ik vertel ze dingen waarom we dat doen. En sommigen lezen wel het boek, sommigen niet. Uh, maar Met ze weten geen ervan. Rust. Ja. Ja. Ja, ik laat ze ook video's zien van IO en uh, accelerator programma en uh, soms uh, ja, ja. proberen ze veel meer te betrekken. Oké, okay. uh, misschien een strategie? Wat heb je daar? Jij, je bent überhaupt strategie gaan voeren, volgens mij. Ja, of, dat uh, hadden we niet jarenlang uh, niet. niet gehad. Nee, we deden uh -huh. gewoon waar ik was. Gewoon een techneut ben begonnen, kreeg personeel in dienst. Ja, uh, deden gewoon. En in een gegeven moment wil je toch een bepaalde kant op. Ja, dan moet je toch een strategie voor hebben. Ja. ja, en wat is eigenlijk een strategie volgens jou? Want dat. Is nogal een containerbegrip... Ja. waar heel veel mensen verschillende ja. dingen onder staan. Ja, uh, voor mij is een strategie uh, een stip op de horizon... en hoe ga je daar naartoe? Een soort tactisch plan uh, hoe we dat gaan doen. Hoe, welke middelen, welke mensen? Hoe gaan we dat bereiken? Wat is daarvoor nodig? Ja. Ja, oké. Okay. Uh, nog meer over strategie? Of? Ja, uh, nee, ik, wij hadden dat dus niet. Op uh, een gegeven moment hebben we dat uh, uh, opgezet... Um, ja, het is, het, is, het is de stip op de horizon voor mm -hmm. mij en voor ja. het team. En op die manier kan ik iedereen in meenemen, want ik heb wel die visie die, die helemaal aan het einde is, of waar we naartoe willen. Uh, maar ja, dat moet toch uh, vaak in kleine stapjes bereikt worden. Mm. En daar helpt het heel erg bij. En, en die, uh, die OPSP, die vat eigenlijk ook je strategie samen, maar er staan ook ja. andere dingen op. Volgens mij. Je sandbox, welke, ja. welke zandbak ja. speel je ja. en allemaal dat Precies. soort dingen. Precies, uh, kernwaardes, uh, merkbeloftes, waar sta je nu voor? Ja dat dat, dat past voor mij allemaal wel een stuk strategie. Ja. Maar ja, ook uh, we, bijvoorbeeld, kijk, een mooi voorbeeld daarvan is, we namen vroeger eigenlijk alle klanten aan die uh, wat uh, engineering nodig hadden. En, ja, en door de strategie is het echt heel duidelijk van ja. oké, okay, dit is ons type klant, wat we willen hebben, wat bij ja. ons past. Ja, een bepaalde grootte, dat bedrijf moet ook een bepaalde visie hebben. Uh, en dat moet matchen, anders gaan we er niet voor werken. Want dat werkt gewoon niet goed voor ons. Ja. Dat, dat heeft het verleden wel geleerd. Hmm. Dus dat, dat, hebben we, dat is bijvoorbeeld een belangrijke les die we uit de strategie gehaald hebben. Um, een van de moeilijkste dingen van ondernemen vind ik... Uh, weten wanneer je moet stoppen en weten wanneer je moet doorgaan. Ja. En daar dacht ik ook bij strategie aan. Van, hey, hoe weet je nou dat dit de juiste strategie is... Ja. En wanneer je door moet zetten, van ja, nee, maar ik geloof gewoon in die strategie. Ja. Dit is de weg. Terwijl iedereen roept van, ja, dit is het niet. Je zit op het verkeerde spoor ja. of ga iets anders proberen. Ja. En Maar een van mijn valkuilen is dan om weer veel te veel verschillende dingen uit te proberen. Terwijl je moet soms wel een weg uitlopen om bij de volgende ja. rotonde te komen. Maar je weet het niet. Je weet niet of je op een doodlopende weg zit. Of... Ja. Dus hoe, hoe ga jij ermee om ja. uh, met, met dat stukje? Ja, nou ja, ondernemen is natuurlijk wel een beetje of het is uh, een marathon of het is een sprint. Het is dus vaak uh, of we heel lang vasthouden aan iets of toch even heel kort en snel ergens op gaan. Ja, je moet bij je gevoel blijven. En als jij denkt dat iets het gaat worden, uh, ja. Ja, dan kan het wel de moeite zijn om vast uh, mee te houden. Kijk, e-port zijn we nu vier jaar geleden begonnen. Ja, toen was het, waren er niet nou zoveel carports, was het wat, wat lastiger. Ja, nu zie je de bedrijven als paddenstoel uit de grond springen. Maar wij geloofden er toen wel in. Hmm. We wisten gewoon, dit gaat groter worden. Nou ja, ja. Dat, dat, dat gevoel is wel bevestigd. Anders staan er niet zoveel bedrijven op die dat ook willen. En heb je nu dan een voordeel als soort van ja. early mover? Of ja, hoe? zeker. Nou ja, mijn Compion had het in 2014 al uit mijn hoofd. De eerste in Nederland uh, gemaakt. Dus ja, we hebben wel een voordeel dat wij de eerste zijn ja, en de nodige projecten gedaan hebben en de voorbeelden hebben. Ja. Hmm. Zeker. Executie. Dus je hebt die straat, we hebben de, uh, de mensen. Uh, Daarbij andere dingen gaan doen. Uh, ja. Je bent überhaupt strategie gaan voeren en daar aan vast gaan houden. En dan de executie. Daar zit misschien ook een beetje die, dat ritme in hè, Ja. Dat uh, is het belangrijkste. Uh, uh, ja. Oké. Ja, ja. Oké. Okay, okay. ja. ja, ritme. Dat is dat heeft voor mij in het bedrijf het meeste gebracht. Dus gewoon uh, duidelijkheid. Elke week een MT. Elke week een overleg. Een vaste agenda. Um, ja. Zo blijf je aan de dingen werken die er gedaan moeten worden. Zo blijven die prioriteiten duidelijk. Um, Maak ook niet te veel prioriteiten. Bij bijvoorbeeld max vijf per jaar. Dat vind ik al heel veel. Het zou beter zijn als je er drie hebt bijvoorbeeld. Of misschien maar twee. Dat je echt heel strak en gefocust aan die dingen kan werken. En ook goed meetbaar. Hè? Wanneer worden die doelen gehaald? Nou, ja, erg belangrijk. Ja. Mm. Maar hoe kom je dan... Uh, dat vind ik dat is altijd heel lastig denk oh ja prios prios ik moet nog even prios opschrijven en dan ja. denk ik er eigenlijk niet goed over na of je maar je hebt daar moet daar ook echt tijd voor uittrekken, denk ik ja. dus, maar dat doe je dan in zo'n forum bijeenkomst ja. of zo of ja op zo'n bijvoorbeeld zo daar kan, kan je bij je, ja, ja bij het Excel programma kan je dat op zo'n learning dag nou, daar verga je natuurlijk heel veel informatie daar doe je ook oefeningen met elkaar hm. ja daar uh, vaak is het heel goed het is goed om na zo'n learning dag voor jezelf eens even jezelf even op te sluiten en goed na te gaan denken van... nou, wat is nu belangrijk en wat we gaan mijn volgende stappen hiermee mee worden? Ja. Um, misschien nog even over die executie. Want ik heb zelf die daily huddle... heb ik denk ik ja. zeven of acht keer ingevoerd en weer uit oh, okay. <laughs> afgeschaft. Ja. 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 Dus die daily, dat werkte uiteindelijk niet ja. voor ons. Dat was, ja. iedereen dacht, ja, we moeten een daily doen. Uh, en uh, nou, omdat Gerard het wil of omdat het... Nou, eenmaal ja. gedaan wordt hier, maar niemand haalde de waarde uit. De, en en dat, dat herhaalde zich steeds. Dus daar zijn we op een gegeven moment helemaal mee gestopt. Ja. De weekly zijn we wel blijven doen. De monthly zou eigenlijk een ander karakter moeten hebben dan een weekly. Dus ja. weekly gaat heel erg over operationeel. En, en monthly ja. mag misschien iets meer strategisch zijn ja. al. Ja, eens. En dan de quarterly, nou, die doe ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik, ja. Doe hem, ik, ik heb twee uh, ondernemersvrienden, dat zijn ook mijn oud-kompions. En wij komen één keer per kwartaal bij elkaar sinds dit jaar. Dus we hebben wel, ik heb wel een soort kwartaalritme, oh ja, maar niet ja. in mijn bedrijf. En dan de yearly doen we al überhaupt niet. En de vraag die ik eraan uh, koppel, zeg maar richting jou, is: van... wie bewaakt bij jullie de structuur? Dus heb ja. jij dat? Ja. Of heb je iemand verantwoordelijk gemaakt? Ja. Nou, of ik had te... er zelf ja. ook wel een beetje moeite mee... om die structuur goed te bewaren. Um, inmiddels hebben we daar iemand verantwoordelijk voor gemaakt. En dat werkt dus gewoon heel goed. In het dat team? Komt, uh, zo ja, zo. in het team. Okay. Uh, die dat allemaal bewaakt. En hey, nu is het tijd voor die kwartaalmeeting. De kwartaalmeeting doen we ook met, het, met, met, met al het personeel bij elkaar. Hm. Uh, dus die is wat groter en eigenlijk algemeen. En dat is meer gewoon vertellen... en wat, wat we allemaal gaan doen en hoe. Um, dus ja, het werkt heel goed om daar iemand voor verantwoordelijk te maken. Ja, ja en voor die... Uh, voordat ik dat imp ging implementeren in het bedrijf, uh, die uh, huddles, uh, weekly, daily, uh, monthly, etc. Um, ben ik dus bij andere accelerators langs gegaan in het bedrijf, uh, van om te vragen en te zien en ook gewoon mee te doen bij hun van hey hoe doen jullie dat? En daar heb ik uh, een aantal bedrijven bezocht en daar heb ik echt wel veel aan gehad en uh, het op die manier gewoon goed kunnen doen. En ik denk dat dat zes of zeven jaar geleden zijn we doen tot vandaag dat nog steeds elke dag. Hmm. Dus dat dat heeft toch echt heel goed gewerkt. Ja. Ja, ik hoor ook wel een beetje pick and choose van. Uh, tenminste, ik geloof heel erg in zo'n groeimethode. Dus ja. zoek een groeimethode die bij je past. Ik denk scaling up is gewoon echt. Ja, nou ja, het is proven method, zeg ja. maar. Dus uh, pak het boek op, ga het doen en dan zal het je goed gaan, uh, ja. bij wijze van spreken. Maar je moet het wel naar je bedrijf zetten. Je moet het ook tijd geven om, ja. Uh, ja. om het je eigen te maken en, ja. en, en een beetje je draai te vinden. Ja. En wat ik heel slim vind, is dat je inderdaad bij anderen even kijken in ja. de keuken gaat nemen. Ja, maar nou, dat is ook de kracht van het, het Excel programma en van de io. Van ja, iedereen zit daar om te leren en dat is gemeenschappelijke deler en hm. iedereen staat open uh, om elkaar te helpen. Dus ik heb zelf ook mensen bij mijn MT gehad van, uh, van een ander bedrijf die uh, vroegen van hé hey Bob, uh, jullie doen een MT weekly, jullie hebben daar een goed format voor, heb ik gehoord, uh, kan ik een keer komen kijken? Ja tuurlijk, ze zeggen stuur me iemand. Nou dan is er gewoon bij komen zitten, alles open en eerlijk verteld en laten zien en ja, dat is, toch, dat is toch prachtig. Ja, mogen mensen jou benaderen? Ja, als het niet te veel zijn, dan kan het wel. <laughs> <natuurlijk>. ja. <laughs> ja. LinkedIn gewoon, denk ik. Bob, ja zal hoor, het zeker. Thuis? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Nou, hou je mailbox in de gaten. Nou, het zal wel meevallen, maar mocht je nu luisteren... denk ik, ja, ik wil wel eens een kijkje in de keuken... bij, uh, bij Bob, dan... Uh, uh, hij staat ervoor open om dat in ieder ja. geval... Uh, te onderzoeken, ja, dus uh, stuur hem gerust... gerust een, een invite. Uh, misschien nog even het laatste... stuk van Cash. Ja. Want... Als ik naar mijn eigen ondernemersreis kijk, ik heb echt. Nou, dit is een van mijn zwakke punten. Bij mij ook. Dus Geld. Uh, Vertel hoe, hoe dat voor jou is. het ja, is jouw. Jou nou, ik had vroeger één KPI. Toen ik het net voor mezelf begon, eigenlijk in het eerste jaar. En dat was een beetje hoe het op de bakrekening. Nou, ja, maar dat is niet echt vooruitkijken en regeren, zeg maar. Ehm. Um, nou, ik verstuurde late facturen. Uh, weet je, nou ja, ik werk in, de, in die bouwsector waar wij in zitten met het ingenieursbureau. Daar is het heel vaak, mag je pas factureren als je, als je werk gedaan is. Nou ja, snap je wel, als je een opdracht hebt van twee maanden, instuurt je na twee maanden een factuur. En mag je blij zijn in de bouw als je binnen 30 dagen betaald is, is het niet 60. Dus je bent zo vier maanden verder. Nou, dat is natuurlijk van cashflow uh, desastreus. Dramatisch, werk, ja. Werk niet, ja. Dus dat was altijd een gedoe. Um, nou, scaling up, dat hele hoofdstuk een keer op vakantie doorgelezen en toen dacht ik wel, ah ja, nee, dat, dat kan, dingen kunnen toch wel anders. En afspraken gaan maken, uh, hoe we dat kunnen doen, dingen naar voren halen, uh, meer in kleine deeltjes factureren. Nou, dat heeft toch ontzettend geholpen. Ja. 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 Dus alleen al dat stuk, zeg maar. Dus, ja. dus dit gaat wel over cashflow, van hoe manage ik überhaupt mijn geld. Ja. Dus ja. Nou, ze noemen dat die cashflow conversion cycle. Okay. Dus eh, voor, eh, je doet een opdracht en voordat het geld eigenlijk op je rekening staat als bedrijf zijn. Dat is, dat, is, dat is een cyclus. En hoe kan je dat zo optimaal mogelijk in, inzetten en, en inwerken dat het eigenlijk zo snel mogelijk bij je is? Ja. ja. Oké. Okay. Doe je ook iets met Profit first? Ik weet niet of je die uh, mij to die kent? Ja, maar... ik ken het wel, we doen er niks mee. Nee. 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 nee Wat dat begint ook zeg maar bij dat verhaal van. Uh, Management by bank account of decision by, uh, weet je wel, dus ondernemers kijken naar hun rekening. Oh, er staat nog 30k op. Nou, dan kan ik nog wel even dit of dat. Ja. Uh, terwijl, uh, door het geld allemaal op één hoop te gooien, ja. zie je niet meer van wat is ja. nou waar voor bestemd. Hè? Dus een deel is btw, een deel is uh, loonbelasting, een deel is Vaste last, een deel. Nou, dus je hebt, ja. je hebt allemaal potjes. Ja. En uh, als je het geld beter zou verdelen, dan zou je veel duidelijker ja. hebben: hé, hey, maar dit is wat ik echt ja. heb. Ja. En uh, nou, de, de andere podcast, maar. Ja, ja in uh, het begin heb ik dat wel gedaan. Hè, de eerste jaren. Mm. Uh, ik had hier nog nooit van gehoord door Maar in, in de eerste jaren deed ik altijd mijn BTW gelijk op aparte rekening zetten. En ik deed mm. 20% zeg maar, van alle omzet ook wegzetten voor belastingen zo te reserveren. Nou, het heeft me in de jaren wel echt geholpen, want uh, anders geef je er te veel geld uit. En door dat gelijk te reserveren, hè, ga je er verstandiger mee om. Ja. ja. Misschien nog even over dat uh, Accelerator-programma. Is, ja. is, is dat iets wat je zeg maar één keer doet en dan weet je het voor de rest van je leven? Of moet je, moet je dat eens in de zoveel tijd uh, herhalen of zo? Hoe, uh, nou, uh, je dat? als je het één keer doet, dan zit het vaak wel ingebakken. En als je het niet weet, dan pak je het boek erbij en dan fris uh, dan, uh, dan je het op. Maar kijk, het Accelerator-programma is eigenlijk het begin. Uh, van je scaling-up-reis, zeg maar, door je ondernemersleven heen. En daarna kan je nog allerlei cursussen volgen... of, of in-company trainingen krijgen, uh, noem het maar op. Maar dit is vaak, dit is vaak het begin. Ja. ja. We hadden het net over dit beste boek uh, voor ondernemers ooit. Of nou ja, ik maak het voor de grappen van uh, ja. de, de, na de Bijbel en ja. uh, de Koran. Maar wat, wat ze wel met elkaar gemeen hebben, die boeken... is ja. dat uh, je kan het iedere keer weer opnieuw lezen. en uh, Ja. Dus en dat vind ik met heel veel managementboeken denk je ja, je leest het één ja. keer en dan denk je, oké, okay, ja, prima. Ja. Uh, maar dit is wel iets, iedere keer weer als je het leest, denk je, oh ja, inderdaad, ik moet nog. Dus je kan iedere keer weer met een zwak punt van je bedrijf aan de slag. Ja, ja en de hoofdstuk is er, kijk, het is net over dat wij je het boek zitten verkopen, maar dat, dat is natuurlijk niet dus zo. Denk ik niet, nee, is niet eens nee. nodig. Denk ik. Maar het is wel de eerste keer dat ik het las. <coughs> uh, en ik pakte zo'n hoofdstukje eruit. En het zijn allemaal. Paragrafen. En met dat ene paragraafje kan je al wat doen. Dus ik was niet echt een lezer die, uh, die allemaal boeken verslindt, maar dit was gewoon lekker behulpzaam, lekker concreet. Uh, per onderdeel pak je iets eruit en dan kan je gewoon morgen gaan implementeren. En dat vind ik ook met die Rockefeller Habits. Hè. Dat is uh, een lijst met tien punten, dacht ik. Hm. Tien punten uh, om aan je bedrijf te werken. En als je die alle tien voldaan hebt, dan heb je een bedrijf wat, wat, wat schaalbaar is en blijft. Um, ja, je kan gewoon punt voor punt oppakken en implementeren. Het, heeft geen, uh, het hoeft niet het een of het ander. Nou, dat uh, kan je gewoon heel op je gemak doen. En ja. Dat uh, werkt supergoed. Nou zijn er misschien ook ondernemers die denken: ja, pff, naar het miljoen of daardoorheen, ik word al ja. moe van de, uh, ja. <laughs> de gedachte, dat is niks voor mij. Ja. Wat, wat, uh, hoe reflecteer jij ja. daarop? Nou ja, um, dat is een beetje de discussie van uh, groeien, stilstaan of achteruitgaan. En ja, wat ik zelf gemerkt heb, ik kan alleen maar over mezelf spreken. Dat kijk, als je niet groeit, dan als er geen vooruitgang is, ja, het motiveert mij niet, maar ook de mensen die bij me werken niet. Aha. Kijk, er komen mensen junior, mensen binnen, die willen doorgroeien, medior, senior, misschien wel een keer een leidinggevende rol of een teamleider, ja, die willen toch een beetje perspectief voorhouden. En groeien in bedrijf uh, is in mijn ogen altijd leuker om te werken en is meer dynamiek. En er gebeurt wat en er zijn mogelijkheden dan dan wanneer je niet groeit. Hm. Kan iedereen het? Ik, ik, heb, ik heb zeg maar in mijn ondernemers bestaan wel wat dingen meegemaakt. Waardoor ik soms een beetje denk van. Oh, ik mis nog wel eens een beetje het zelfvertrouwen. Dat ik een beetje aan mezelf ja. ben gaan twijfelen. Ja. Dat ik denk van. Ja. Kan ik dit eigenlijk wel? Ben ik wel een goede ondernemer? Ben ik wel in staat om ja. puntje, puntje, puntje? Ja. Dus dat zou je ook bij die miljoen kunnen hebben. Nou, dat, uh, ja. uh, dat, 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 dat lukt me nooit. Dat, ja. dat, dat, is, ni dat is niks voor Nee, mee. zeker. Dat heb ik ook in het begin gedacht. Uh, maar goed, dat was 15 jaar geleden. En dat was ook een andere bol dan dat vandaag de dag is. Maar door, uh, door wel dingen te doen... en dingen waar je met je onderbuik uh, gevoel van krijgt... of die denk ik ook niet zo prettig... zo groei je toch als ondernemer en als persoon. En ja. Ja, zo, dat gaat ook stap voor stap. Dus groeien kan eng zijn. Um, maar ja, dat elke, van elke stap groeien weer en bekrachtig je jezelf. Ja. Dus zo, zo ervaar ik het in ieder geval. Ja. En hoe vind je het om bij, bij zo'n groep te zitten? Want ik, ik, ja. ik, ik ga wel eens uh, 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 wielrennen. Ja. En ik ben zo'n gast die gaat in zijn eentje rennen. Ja, ja. en, en dan zie je ook van die lui in groepen. En ik denk altijd, ja, ik ja. moet er niet. aan denk ik, ik heb echt iets ja. tegen groepen. Ja. Waarschijnlijk omdat het mijn autonomie aantast of zo. Of ik ben al veel te veel bezig met de pick order binnen zo'n groep van wie staat waar. En ja, ja. ik ben heel gevoelig daarin. Dus ik sta heel erg open voor al die, die sociale interacties ja. en zo. Of dat komt allemaal heel erg binnen. Maar hoe, hoe ervaar jij het om zeg maar, ja. samen te groeien? Want dat is eigenlijk wat er in jouw leven veranderd is. Eerst ja. deed je het allemaal alleen. Ja. Toen ben je bij IO gaan, die accelerator. Uh, dat heeft je ontzettend veel gebracht. Maar hoe, hoe deal jij met dat groepsgebeuren? Of heb jij daar... Handen? Ja, dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Kijk, ik kan ook uh, als ik bij een uh, groep binnenkom waar ik niemand ken... dan voel ik me eigenlijk normaal ook helemaal nooit zo op mijn gemak. En dan trek ik me liever eigenlijk terug. En, um, maar dat heb ik hier eigenlijk nooit zo ervaren. Uh, omdat we allemaal bezig zijn uh, met je bedrijf. Dus we willen allemaal het bedrijf laten groeien. Dus dat is gewoon de main topic waar je met z'n allen over praat. En het zijn zulke uiteenlopende bedrijven die er zitten... Uh, maar je hebt allemaal dat ene ding gemeen waar je over praat. Ja. En dat is altijd het aanknopingspunt. En daar, daar gaat het over. Ja, natuurlijk ontstaan ook gewoon vriendschappen om je heen. En uh, dat gebeurt gewoon als je elkaar langere tijd zo omgaat. Maar ik heb, dat zelf, ja, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Nee. Uh, er zitten dus ook idealisten bij, hè, denk ik, of niet? Het is niet alleen maar techbedrijven. Nee, en zeker oorlogen, niet. Uh, en uh, ook nodige impactbedrijven, ja. Mm. Zeker, ja. ja, ja. ja. Zit er zitten vrouwen bij. Ja. We hebben zelfs vrij hoog gehalte vrouwen in Nederland. We zitten... Boven de 40 procent, iets van 42 uit mijn hoofd. Ja, ik zag een groepsfoto en dacht ik, oh, hè? opvallend ja. veel vrouwen. Ja, opvallend veel vrouwen, Want het ja. het is meestal toch, zijn er, nou toch, uh, ik ben weer aan het generaliseren, maar de, het zijn vaak, zijn er ook, of er zijn echt van die typische mannenclubs. Ja, dat, een witte mannenclub uh, om het ja, maar gesoceerd te zeggen. Ja, ja nee, ja. Uh, yeah, ik weet niet waar het vandaan komt, maar uh, dat is zo, ja, zeker. Ja. Ja. Nice. We gaan uh, richting... Uh, afronding van dit uh, gesprek. Ik zou ja. met plezier nog een uurtje doorgaan, maar dat uh, ja. past niet binnen het format. We gaan um, uh, afsluiten met jouw beste uh, ondernemersadviezen. En je mag een e-mail gaan sturen okay. aan alle ondernemers op aarde. En mijn vraag aan jou is, wat, wat ga je erin zetten? Wat is jouw uh, advies of wat zijn jouw adviezen? Ja, dat is een grote vraag. I know. I know. Ja. <laughs> ja. Nou, wat ik uh, door de tijd heen uh, wel echt geleerd heb en gewaardeerd, is dat je als ondernemer uh, tijd en ruimte voor jezelf moet maken. Dus zet jezelf ook eens op één. Vaak, uh, als ik naar mezelf kijk, heb ik in mijn bedrijf uh, alles en iedereen wel cursussen ge gegeven, of zelfontwikkeling, of, of een, een vakinhoudelijke opleiding. Maar mezelf had ik nog nooit gedaan. En pas als ik daar echt tijd en ruimte voor ben gaan maken, um, ja, kom ik tot bloei, komt het bedrijf tot bloei, werkt dat om je heen. Dus geef jezelf tijd, ruimte en zuurstof om aan jezelf te werken en te ontwikkelen. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Mooi. Ja. Heb je nog een bonusles? Uh, Oeh, moet uh, even denken hoor. Um, je had het ook over je eigen Netflix-serie schrijven of zo. Wat, ja, wat oh, bedoel je ja, precies ja, mee? Ja, ja, ja. Nee, de, 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 de filosofie van mij is van je bedrijf, uh, je hebt een droom waar je uiteindelijk naartoe wil. Wat, wat uh, jou, jou, jouw ultieme bedrijf. Um, schrijf dat op. Die droom, schrijf dat op, visualiseer dat voor jezelf en maak daar een Netflix-serie van met allemaal afleveringen tot de dag van vandaag. En zo kan je op die manier aan de grote droom werken. En werk je gewoon aflevering per aflevering per aflevering. En dat is uh, iets wat ik vandaag de dag doe. En uh, heel fijn werkt. Vet. Dank je wel uh, dat we een kijkje mochten nemen in, jou, uh, in jouw leven, in je hoofd, in je bedrijf. En, ja, dank je wel. Uh, nou, wij gaan elkaar zeker nog spreken. Dank je wel.